Mijn huisarts wil antidepressiva starten, maar jullie zijn daar geen fan van, toch? Wat moet ik doen? Nou, wil ik gelijk recht zetten. Het is absoluut niet dat wij geen fan zijn van antidepressiva. Dat in de jaren 90 heel veel antidepressiva werd gepromoot door farmaceuten. En omdat het toen de ontwikkeling was, en er was toen de hypothese van hey, dat een depressie komt door een tekort aan een stofje in je brein. Dus toen dachten ze van hey, we hebben de Holy Grail uitgevonden. We kunnen dat tekort aan het stofje in je brein kunnen we aanvullen. En dan voel je je stukken beter. Dus dat wordt natuurlijk super hard gepromoot van hé, hey, dit is het middel wat jij nodig hebt. En het is natuurlijk ook een beetje de oorzaak van dat er nu zeker meer dan een miljoen Nederlanders antidepressie van slikken. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en alle waardevolle informatie en tips delen die wij dagelijks delen. Mijn naam is Chris, hij in SP en naast mij zit Aisha, neuropsycholoog en neurowetenschapper. En vandaag valt er mij iets op, en dat is dat jij met koffie in de podcast zit. Ik ja. zag je al een gekke beweging maken naar. Maar uh, sinds, sinds wanneer drink jij koffie? Voor de luisteraar. Sinds wanneer ik koffie drink? Ik denk sinds mijn vijftiende. Sinds je vijftiende? Zoiets? Nee. Ja, zoiets. Ja, vijftiende ben ik gestart. Waarom heb je op je vijftiende koffie nodig? Had je het zo druk op je, met je rekenopdrachten? <laughs> nou ja, rekenopdrachten. Toen is ook al vijf VWO. Maar uh, toen, uh, toen had je de examenweken altijd. En uh, ik was iemand uh, op de middelbare school, tenminste, die heel hard leerde, maar dan één of twee dagen van tevoren. Dus ah. dan maakte ik uh, hele lange dagen. En uh, toen had ik van het fenomeen koffie gehoord dat mensen daar door worden en dat je beter kan studeren. Okay. Dus toen uh, ben ik begonnen met mijn uh, wat nu inmiddels mijn lichte koffieverslaving is. Ah ja, dus je dacht je hebt hem nu eventjes nodig voor de podcast om even. Uh, nou, ik was een eigenlijk hem ophebben. net aan het zitten en toen dachten we nou we kunnen ook gewoon nu beginnen. Dus Ja, waarom vijf minuten wachten? Nou, oké, okay, nou helemaal goed. Terwijl jij dus geniet van je koffie, kunnen we misschien alvast uh, beginnen. Want we hebben vandaag weer een luisteraarsvraag binnengekregen en die luidt als volgt. Mijn huisarts wil antidepressiva starten, maar jullie zijn daar geen fan van toch? Wat moet ik doen? Nou, dat is een best wel zware aanname toch? Nou, we ook gelijk recht zetten. Het is absoluut niet dat wij geen fan zijn van antidepressiva. Ik denk vooral dat we willen bemoedigen of willen stimuleren dat je er goed over nadenkt en dat je afwegingen maakt. Ja. Dus voordat we, voordat we de rest van de podcast ingaan, nee, we zijn absoluut niet tegen antidepressiva. Echt niet. Ja. Ja. Maar zijn ook niet 100% voor antidepressiva op het moment dat je geen alternatieven overweegt. Dus daar zit een nuance in en ik denk dat we het daar mooi over kunnen hebben. Precies, precies, precies. Nou, ik vind het in ieder geval een hele goede vraag waar we het in ieder geval over kunnen hebben. Voor de mensen die net nieuw zijn in het, uh, in het uh, depressief zijn, om het even zo te noemen, wanneer heb je een depressie? Um, ja, een, dep een, een depressie is eigenlijk een combinatie van verschillende klachten en symptomen. En heel erg in het kort, en als je wat langere uitleg wil, we hebben meerdere uh, podcasts over uh, een depressie. Dus dan zou mm -hmm. ik die vooral aanraden. Um, maar wat heel erg op de voorgrond staat, is dat je eigenlijk gewoon een groot deel van de dag en een groot deel van de, week, uh, van de week je somber of neerslachtig voelt. En tegelijkertijd dat je dus ook merkt dat je minder gemotiveerd raakt en minder zin hebt om dingen te doen. Terwijl dat juist de dingen waren die je vroeger misschien wel heel leuk vond. Ja. He, dus stel je voor dat je iemand bent die vroeger heel erg... Uh, Leuk vond om met vrienden af te spreken, of om samen te lunchen of uit eten te gaan. En dat als je er nu al aan denkt, dat je denkt van moet er ja. niet aan denken. Geen vet meer, geen zin meer in hebben, inderdaad. En als je dat dan combineert met andere klachten, als te veel eten of te weinig eten, of te veel slapen, te weinig ja. slapen, moe zijn. Dat soort klachten, dan inderdaad val je onder een depressie. Ja. En we kunnen het ook heel kort houden. Als jij thuis twijfelt of denkt van hé, hey, ik heb een depressie, maar hoe ernstig is die? Kun je daarvoor ook onze depressiecheck invullen op onze website. Kun je invullen, krijg je wat vragen en dan krijg je een depressiescore. En aan de hand daarvan kun je ook de optie aangeven of je wilt dat wij met je meedenken. Als je dat wil, kunnen we dat dan vrijblijvend doen. En dan kunnen we meekijken wat voor jou helpt. Dat kan allemaal op www.christianage.nl slash depressiecheck. En de linkjes zal ik ook hieronder in de podcast nog eventjes vermelden. Dus, we weten wat een depressie is. Yes. Wat kun je eigenlijk tegen een depressie doen? Want als ik zo kijk naar de vraag... Dan krijgt deze luisteraar uh, krijgt een beetje in het beeld alsof wij niet voor antidepressiva zijn. Maar het is de timing van wanneer je antidepressiva geeft. Daar zijn wij niet altijd zo'n fan van. Ja, klopt. En ik denk dat daar ook heel erg de verwarring in zit. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel vaker. Um, um, op het moment dat ik mensen voor het sprak. Voor een, uh, in het kader van ons Leef gelukkig traject of ons uh, kerntraject. Um, dat ik wel eens vaker um, deze uitspraken heb gehoord. of dat die interpretatie er was. Dus ik denk supergoed dat we dat nu. Uh, uh, de nuance kunnen aanbrengen of kunnen rechtzetten. Mm -hmm. Want uh, ik denk dat dit naar aanleiding van onze post over antidepressiva was. Herinner jij je die nog? Ja, we hadden volgens mij een post over dat in de jaren negentig heel veel antidepressiva werd gepromoot door farmaceuten. Ja. En omdat het toen de ontwikkeling was en er was toen de hypothese van hey, dat een depressie komt door een tekort aan een stofje in je brein, dus toen dachten ze van, hé, hey, we hebben de Holy Grail uitgevonden. We kunnen dat tekort aan het stofje in je brein kunnen we aanvullen. En dan voel je je stukken beter. Dus dat wordt natuurlijk super hard gepromoot. Van hé, hey, dit is het middel wat jij nodig hebt. Ja. En het is natuurlijk ook een beetje de oorzaak van dat er nu zeker meer dan een miljoen Nederlanders antidepressiva slikken. En wij waren daar niet echt heel blij mee dat het zo commercieel werd, het antidepressieve gebruik. En dan voornamelijk ook in mijn ervaring, binnen de huisartspraktijk, mensen die dan een aantal weken of maanden depressief waren, die kwamen gelijk naar me toe en zeiden van, nee, hey, ik heb dat pilletje nodig, want dat werkt toch? Dan denk ik bij mezelf van, wacht eens even, je, je slaat een heleboel stappen over. Ja, en en het denk... is ook nog eens niet eens de oplossing. Nee, precies. En ik denk dat dat dus heel erg belangrijk is. En ook voor onze luisteraar. Kijk, op het moment dat jij voor het eerst in je leven somber bent, of dat je voor het eerst in je leven je depressief voelt, Stap 1 is altijd gaan naar de huisarts. En op het moment dat je bij de huisarts komt... dan gaat hij natuurlijk met je meedenken van... hé, hey, wat is handig en wat heb jij nodig? Maar op het moment dat je eigenlijk nog nooit... psychologische behandeling hebt gehad... dan is dat zeker iets wat je over het algemeen aan wilt raden. Yeah. Zeker op het moment dat het de eerste keer is... of dat het mild tot matig is... of dat de dingen een beetje lukken, maar niet meer zo erg lukken. En dat je gewoon merkt van... hé, hey, het is een stuk minder dan voorheen... en ik kan nog wel functioneren, maar... Ik merk gewoon dat ik in een overleefstand zit. Kijk, wat je dan eigenlijk idealiter zou willen is dat iemand toegang krijgt tot psychologische behandeling. En dat je dan vanuit de psychologische behandeling, dat je dan handvaten meekrijgt van hoe moet ik hiermee omgaan. Dat je leert herkennen van, hé hey, wacht, ik, ben, eh, ik voel me depressief. Of ik voel me somber. En dat je ook gaat leren herkennen bij jezelf van, oké, okay, ik heb nu de neiging om me terug te trekken. Ik heb nu de neiging om thuis te blijven. Ik heb nu de neiging om me af te sluiten van mijn partner, van mijn familie, van mijn vrienden. Um, omdat ik denk dat dat mij gaat helpen, of omdat ik denk dat niemand op mij zit te wachten, of omdat ik denk dat ik uh, anders anderen tot last ben. En als je dat over de middellange termijn trekt, mm -hmm. dan merk je dus dat mensen zich steeds meer gaan terugtrekken en dat ze zich vervolgens steeds meer gaan isoleren en steeds depressiever voelen. Ja. En dan voel je je eigenlijk nog slechter en dan voel je je nog depressiever. En wat je dus eigenlijk wilt leren in zo'n psychologische behandeling, is dat je leert herkennen van, hé, hey, dit, dit is hoe een depressie bij mij eruit ziet. Dit is wat er bij mij aan schort. Dit is wat mijn neiging is op die depressieve klachten. En dit is in essentie eigenlijk hoe ik mijn eigen depressie onderhoud. En met de psychologische behandeling leer je dus eigenlijk die vicieuze cirkel doorbreken. Dus je leert kijken van, hé, hey, wat, um, uh, wat doe ik eigenlijk op het moment dat ik depressief ben? Hè? Probeer ik het te doorbreken, probeer ik dingen te blijven ondernemen, ondanks dat ik depressief ben? Of ga ik me naar terugtrekken en vermijden. En met de tijd wordt het alleen maar erger. Je leert ook kijken van hé, hey, wat denk ik eigenlijk over mezelf? He, dus ook die gedachte van: hé, hey, het komt allemaal nooit maar goed en niks werkt en uh, ik ben waardeloos, en niemand zit op mij te wachten. Dat zijn allemaal typische depressiethema's. Dus dan leer je ook bij jezelf herkennen van hé, hey, dit zijn gedachten die in mijn hoofd zitten... en door die gedachten word je nog depressiever... door die depressie krijg je meer negatieve gedachten. Dus dat, dat hangt gewoon allemaal met elkaar samen. Ja. En bij een psychologische behandeling... dan ga je dus op elk niveau van de depressie... dus zowel op gedragsniveau als op, um, op gedachtenniveau... als op um, gedachten, gedrag, ge gevoelsniveau... dus oh, de oh, ja. somberte zelf. Uh, maar ook de lichamelijke klachten ga je daarmee aan de slag en kijken hoe dat in jouw leven samenhangt met andere dingen. Ja. En soms, soms zelfs is de depressie ook... kan ook een teken zijn dat er iets anders aan de hand is. Het kan soms zelfs een copingmechanisme zijn... dat je denkt van, hé, hey, ik ben eigenlijk heel erg ongelukkig in mijn werk... of in mijn relatie of he, op een ander vlak in je leven. En dat die depressie eigenlijk een teken is van... hé, hey, je moet meer waardegericht vanuit binnen gaan kijken van... hé, hey, wat maakt jouw leven het leven waard? Ja. Wat, wie ben jij als persoon? En wat wil jij gaan doen als persoon en waar word jij gelukkig van of als je depressief bent minder ongelukkig van? Ja, precies. Volgens mij zei Jim Carrey daar ook wat mooi over dat hij depression ziet als deep rest. Dus dat jouw lichaam eigenlijk zegt van hé, hey, weet je wat? Ik ben helemaal klaar met jou. Jij doet allemaal dingen die ik eigenlijk niet wil. Misschien is je baan niet leuk, geeft het je te weinig voldoening. Misschien is je omgang met bijvoorbeeld je omgeving niet goed genoeg, geef je te weinig grenzen aan. Het is eigenlijk een teken van jouw brein die zegt van nou nu ben ik er klaar mee. Weet je wat? Ik ga jou veilig houden op de onveiligste manier. Namelijk ga je depressief maken. En jij gaat niks meer doen. Totdat jij door hebt wat het probleem is. Dus een soort van flink rode lampje op je ja. dashboard die zegt van hey, ga naar de automonteur. Ik rijd nog wel, maar dit gaat niet lang duren. Ja, dus de olie op het uh, lampje. Ja, precies. Van lampje. De, misschien het oranje lampje, dat is eigenlijk de depressie. We gaan en... naar de garage. Je mag nog doorgaan, we gaan naar de garage. Zoek hulp of ga zelf exploreren wat er aan de hand is, want zo gaat het niet verder. Dat is eigenlijk wat je krijgt. En, en een beetje zou je dan ook bijvoorbeeld, want, want de vraag is heel erg van, hey, antidepressiva, zijn we daar fan van of niet? Ik denk, hoe ik het zie, althans vanuit mijn perspectief als arts... De psychotherapie, dat is echt hoe je het kan oplossen, uit die spiraal kunt komen. En antidepressiva is echt het opstapje om naar die oplossing te komen via psychotherapie. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Want wat ik dan uit mijn ervaring weet is met ernstige depressieve mensen: je kan proberen wat je wil met die psychotherapie, maar als je zo ernstig dusdanig depressief bent, dan komt er niks binnen. Ja. Dan moet je ruimte vrijmaken, je moet die opstap creëren en vanuit die opstap kun je dan kijken van: hey, hoe kan je dit oplossen? Dus ik zie antidepressiva puur als opstap naar dat je toegang krijgt. En voor sommige mensen kan antidepressiva ook alleen fijn zijn, omdat ze zich dan minder rot voelen, waardoor ze dan wel een oké okay leven kunnen blijven leiden. Ja, precies. Dus daar zit ook heel veel verschil en heel veel nuance in. Ja. En in die zin ook antidepressiva, die grijpt aan op de neurotransmitters in je brein, um, onder andere serotonine, maar vaak ook dopamine. En wat je dus vaak ziet is op het moment dat je antidepressiva neemt, dan neemt de kans toe. Dat je een handeling uit gaat voeren. Handeling tot? Uh, gewoon de motivatie of het initiatief eigenlijk. Dus ah, ja. als je bijvoorbeeld in het brein gaat kijken, uh, zeker bij de dopamine receptoren, dan zie je dus op het moment dat jij meer dopamine krijgt, vanuit bijvoorbeeld zo'n antidepressiva, dat eigenlijk de kans tot een handeling toeneemt. Dus ah, ja. in die zin, kijk op het moment dat jij antidepressiva slikt en uh, theoretisch gezien dan 24-7 op bed ligt, de kans dat je dan beter gaat voelen is niet goed maar op het moment um, niet groot, ja, niet groot inderdaad. Maar op het moment dat je antidepressiva slikt, dan is de kans dus groter dat je uit bed gaat stappen dan als je geen antidepressiva slikt. Maar uiteindelijk heb je altijd nog wel nodig dat die antidepressiva inderdaad een opstapje is om iets in je leven te gaan veranderen. Alleen dat opstapje dat kan dan net een duwtje in de rug zijn of net wat makkelijker zijn om de dingen te gaan doen die op de middellange termijn voor je gaan werken. Ja. Ja, en het is ook vaak een reflex, hè? want je komt bij de huisarts met je depressie, je zegt van ik wil hulp, dan, kom je misschien, dan kan je misschien doorverwezen worden naar een psycholoog, dat kan een paar maanden duren, zes tot negen maanden noem ik maar. Je overbrugt bij een POA, GGZ, de praktijkondersteuner, die vaak praktisch wel even met je mee kan denken, maar die kan niet echt therapie geven, daartoe zijn ze niet opgeleid. Dus je zit wel zes tot negen maanden, om het eventjes zo te noemen figuurlijk, zit je wel in een soort van gat, je moet wachten. Ja. Totdat je goede hulp krijgt. En dan als je goede hulp krijgt, dan krijg je elke week een sessie. Waarin ook heel veel gepraat wordt. Maar je zit toch wel in een gat. En in dat gat is het een praktische oplossing voor een huisarts om te zeggen van. hé, hey, als je wilt, begin maar alvast met een SSRI. Begin maar met die paroxetine. Begin maar met, alvast met de antidepressie. Om die tijd te overbruggen. Ja. Met hulp van de praktijkondersteuner. Om het een beetje. Ja, ja, het is een beetje. Om het een beetje aan te pappen. Om het een beetje te onderhouden en een beetje te ondersteunen. Maar je, de oplossing zit toch echt bij psychologische behandeling? Althans, dat is waar ik dan voornamelijk voor sta. Ja, Hoe sta precies. jij daarin? Um, Want jij bent aan het einde van het station te vinden ergens. Maar ja. dan nog nadat de baas is geweest... daarna pas kom jij aan de beurt. Dus dat is waarschijnlijk na een jaar... kun je pas jou, iemand zoals jij zien, toch? Ja, precies. Dus daar, daarin zitten dus heel erg verschillen. En ik denk die timing is zo belangrijk. Dus ik snap heel goed. Kijk, we moeten bedenken dat... Uh, van de mensen met uh, depressieve klachten, dat 50% die zit gewoon thuis. En die denkt, nou, als het nog heel veel erger wordt, dan ga ik misschien wel hulp zoeken. Maar hè, die zit eigenlijk gewoon thuis met depressieve klachten. Of kijk deze podcast. Of kijk deze podcast. Dus dat is heel goed. Je hebt informatie gezocht. Dat is uh, stap 1. Ja. Um, en de andere helft die gaat naar de huisarts, inderdaad. En ik kan me wel heel goed voorstellen, kijk, als huisarts, je wilt gewoon iemand helpen met depressieve klachten. En op het moment dat er bijvoorbeeld een langere wachtlijst is, of dat de. POH, misschien met zwangerschapsverlof is. of weet ik veel wat. Je wilt ergens wel alvast mee starten. En dat, dat is dus ook wat er vaak gebeurt. Dus maar 20% van de mensen met depressieve klachten. die wordt door de huisarts doorverwezen naar de psycholoog. 20% van ja. alle mensen met een depressie? Nou, depressieve klachten. Dus oh. dat kan theoretisch gezien. Kan dat, uh, kan dat ook uh, uh, angst en depressieve klachten zijn. Oh. Het hoeft geen volledige depressie te zijn, natuurlijk. Uh, maar met de mensen met, waarin je in ieder geval die ene code intikt van uh, depressie of depressieve yeah, klachten. Ja, ja. Het maar 20% die wordt doorverwezen naar de, de psycholoog. Wow. Dus dat betekent, en ik denk dat daarom ons, um, uh, onze aandacht. Wij hebben eigenlijk een, een, een roep om uh, aandacht van: hé, hey, uh, jongens, van die uh, 80% die niet wordt doorverwezen. of van die, uh, die 80% die nieuwe wordt doorverwezen. Denk ook aan het psychologische onderdeel. En ook al is er een wachtlijst, of ook al. Um, ja, ook al is er een wachtlijst, ga in ieder geval naar de praktijkondersteuner of ga in ieder geval kijken of je ook op psychologisch gebied dingen kan veranderen. Want ja. het is gewoon heel zonde op het moment dat jij nog dat het je eerste keer is dat je die klachten ervaart en dat er gewoon een heel grote kans op herstel is, dat je eigenlijk alleen de antidepressiva hoek aanpakt, maar dat je eigenlijk onvoldoende grip hebt op je eigen klachten. Ja. Dus ook om in het kader van terugvalpreventie en Voordat je het weet ja, slik je gewoon een lange tijd in medicatie, terwijl je eigenlijk op psychologisch vlak um, onvoldoende grip hebt. Ja, dat je hebt het inderdaad heel duidelijk uitgelegd. En wat ook het probleem is bij een depressie, is de motivatieverlies, de hopeloosheid. Ja. En als jij naar de huisarts gaat, is dat al een ontzettend hoge drempel. Je gaat vaak pas naar de huisarts als er iets gebeurd is of als je een breekpunt bereikt, dan pas ga je daar naartoe. En om dan nog de stap te krijgen van... hé, hey, ik moet doorverwezen worden. Ik moet nog zes maanden wachten. Ik moet nog negen maanden wachten. Als je al geen motivatie en hoop hebt... dan is die stap zo groot. Is die drempel zo hoog. En om dan vervolgens nog naar zo'n psycholoog te gaan... dan moeten de pijnen echt heel hoog zijn. En dat merkten wij dan in de praktijk. Dat we dachten van... Hey, Mensen met een depressie, dat, dat zijn geen mensen die bijvoorbeeld niet kunnen lopen met een enkel en pijn daaraan hebben. Want zij hebben wel gewoon een gezonde vorm van motivatie of hoop. En die denken van weet je wat, dan wacht ik maar zes maanden. Ik moet wel. Maar iemand met een depressie, die is zo hopeloos: die denkt van ja, weet je, het duurt allemaal zo lang het wordt hem niet. Laat maar zitten. En, en, en die pijn voelen wij ook. Althans, als huisarts, merken dan ook van ja, kijk. Ik kan jou niet gelijk naar iemand toesturen die jou gelijk goed kan helpen. Ja. En dat is ook de reden dat wij het Leefgelukkig traject hebben ontwikkeld. Het duurde maar twee jaar. <laughs> maar ik, het, het was het zeker waard. Want wij zijn wel van mening, als jij depressieve klachten hebt en die drempel is al best hoog om naar de huisarts te gaan, die drempel is al nog hoger om doorverwezen te worden en de drempel is nog hoger om dan vervolgens te komen opdagen. Wij willen die drempel eigenlijk zo laag mogelijk houden. En daarom hebben we dus een depressiecheck ontwikkeld waarin je dus kunt meten of je een depressie hebt of niet. En vervolgens de optie kunt aanvinken van, hey wil je dat we met je meedenken? Zo ja. laagdrempelig mogelijk. Dus je hoeft er niet voor uit huis te stappen. Je kan je, laagdrempelig contact met ons krijgen. En stel dat je dan denkt van hé, hey, ik wil beginnen met de beste therapie die er is. Dan kunnen we dat bieden. En je kan zelfs nog op dezelfde dag beginnen. Dus als jij vandaag die test invult, dan zou je in principe morgen al kunnen beginnen. Ja. Met een goede behandeling. Die je normaal pas na zes tot twaalf maanden krijgt. En dan ook vanuit onze perspectief. Dus zo compleet mogelijk. Dus. Dat is eigenlijk de reden dat wij die depressiecheck ook tot leven hebben gebracht. En het leefgelukkig traject hebben ontwikkeld. Dus als jij thuis met die klachten zit en je hebt zoiets van: ja, ja, ja. Ik weet niet of ik er hulp voor moet zoeken. Of it, it, ik, ik, ik zie die hoop er niet van in. Ontzettend veel mensen behalen goede resultaten met ons leefgelukkig traject. Dus geef jezelf de kans. Vul die test in. Als je dat wil, kunnen we met je meedenken. En, en onderneem gewoon actie. Dat is eigenlijk wat we vooral willen. En als jij er antidepressiva bij wilt slikken of niet. Doe wat je, waar je je goed bij voelt. Want die antidepressiva die gaat je ook helpen. Die is wat je ook heel mooi vertelde. Het zorgt ervoor dat de drempel dat om actie te ondernemen nog lager wordt. Dus het is een goede hulp. Maar het is niet de oplossing. Het is niet dat je daarna ineens een gelukkig leven gaat leiden... als je antidepressiva slikt. En ja. dat is meer ons punt. Ja, precies, precies. En in die zin ook... En in het leefgelukkig Gelukkig traject hebben we ook een hele... Uh, hele module daaraan ge gewijd van in welke gevallen adviseren de richtlijn in ieder geval dat je wel of geen antidepressiva slikt. En daar zijn wij het natuurlijk ook mee eens. Ja. Dus uh, adviseren dus ook op het moment dat jij een nul tot matige depressie hebt, dan adviseren ze over het algemeen van hey ga puur voor de psychologische behandeling, omdat je dan in ieder geval geen bijwerkingen hebt. Mm -hmm. En omdat je dan de schip krijgt op je depressie en handvaten krijgt, en op de middellange termijn, op het moment dat je weer meer klachten ervaart, dan weet je gelijk wat je moet doen. Want je leert jezelf kennen en hoe je om kan gaan met die klachten. En ook hoe je kan voorkomen dat je een toename in klachten krijgt. En op het moment dat je die klachten hebt, hoe moet je ermee omgaan? Dus? Um, en maar op het moment dat je een ernstige depressie hebt. En daarbij moet je je dus eigenlijk voorstellen dat hè, vaak mensen met een ernstige depressie. die zijn extreem somber, extreem neerslachtig. Vaak is werken niet meer mogelijk. Um, die ervaren problemen op meerdere domeinen. Dus zowel op het gebied van werk als in de sociale contacten. Dan moet je eerder denken aan dat uh, dingen als persoonlijke hygiëne al een grote uitdaging zijn. En dagelijkse dingen gedaan te krijgen, zoals bijvoorbeeld koken of boodschappen of eten. Mm -hmm. um, bij de ernstige depressieve klachten, dan wil je dus eigenlijk idealiter een combinatie. Ja. Dus dat je dus en de antidepressiva krijgt. Um, en dat je dus op psychologisch gebied erachter komt van hey, met die antidepressief en dat duwtje in de rug. Dan is het dus voor mij belangrijk om kleine doelen te gaan stellen. En om dat structureel vol te houden. Om ervoor te zorgen dat je weer een beetje uit, dat, uh, uit, uit die vermijding eigenlijk komt. Dat je uit, in, in dat ritme eigenlijk een beetje gaat komen van hey. Dat je weer zelf ook, hey, je eigen brein weer die gelukstofjes gaat aanmaken. van um, ja, gewoon elke dag bijvoorbeeld tandenpoetsen of elke dag uit bed komen. Of uh, elke dag douchen of desnoods eh, op het balkon je koffie drinken en een beetje daglicht tot je krijgen. Dat je dus gewoon kleine stappen voor jezelf gaat zetten, eventueel in combinatie met antidepressiva, en dat je dat dan gradueel over de tijd kan uitbouwen. Ja. En ons traject biedt dan eh, heel veel holding en heel veel begeleiding in hoe je dat kan doen en hoe je dat kan opzetten en waar je aan kan denken en op welke niveaus van depressieve klachten je waaraan kan denken en hoe je erachter komt van hey, wat is voor jou belangrijk, wat heb jij nodig. Wat zijn voor jou reële doelen? En uh, wat zijn de obstakels die jij kan verwachten? Yeah. Dus dat is heel erg wat we iemand gunnen. Maar wat we dus ook vaak merken, ik denk ook van de, uh, de, de vragensteller... Um, is dat de mensen die vragen van... Hey, zijn jullie voor of tegen antidepressiva? En dat ze dan uh, vaak ook ver in een psychologisch traject zijn. En dan heb je eigenlijk een hele andere doelgroep. Yeah. En ik denk dat we misschien vergissen we af en toe... omdat we natuurlijk als huisarts en psycholoog... dan zitten we een beetje aan de voorzijde... Um, als we het over dit onderwerp hebben... In, vooral in combinatie met het leefgelukkig Gelukkig-traject. Terwijl op het moment dat jij al die hele molen bent doorgegaan... zeg je voor, je bent al naar de huisarts gegaan... je bent al naar de psycholoog gegaan... en je bent in behandeling bij de basis of de specialistisch GGZ... eventueel met een psychiater... Ja, dan heb je eigenlijk een heel ander verhaal. Ja. Want dan hè, de kans dat als jij dus naar meerdere psychologische therapieën... onvoldoende hersteld bent, dan heb je misschien... Dan, Praat je misschien eerder over een chronische depressie of een terugkerende depressie? En ik ga er dan even voor het gemak van uit dat de reguliere behandeling, dus cognitieve gedragstherapie of acceptance en commitment therapie, eigenlijk onvoldoende hulp biedt. Mm -hmm. En bij een chronischer beeld, dan, dan, zou je, dan is ook de kans dat het komt door een stofjestekort in je brein, die is ook veel groter. Ja, dus die... je ziet eigenlijk ook dat bij een milde tot matige depressie, als je antidepressiva geeft, dat dat in sommige gevallen niet heel veel verschilt van een placebo. Terwijl op het moment dat je een ernstige depressie zet... en je kijkt dan naar de stofjes in je brein... dan zie je wel een duidelijk verschil tussen antidepressiva en een placebo. En dat betekent niet dat we placebo moeten wegwijven bij de milde tot matige... maar dat maakt dus wel dat je bij mild tot matig er eigenlijk voor kiest... om psychologische behandeling te prioriteren boven antidepressiva. Om wat meer de hoop en de overtuiging dat het je gaat helpen... Dat zorgt voor de klachtenvermindering, maar niet dat er een tekort is van stofjes in je brein. Ja. En ja, je hoopt dan echt dat je psycholoog dan jou ook hoop en overtuiging kan geven van hé, hey, we gaan ermee aan de slag en we gaan het fixen. Ja. Um, want daarmee creëer je ook hè, het placebo-effect en de grip en de holding. En dat heb je op dat moment gewoon echt nodig. Ja, zeker. Ja, dus, dus eventjes echt in Jip en Janneke taal. Degene die naar luistert, we, we vertellen natuurlijk een heleboel. Wij zijn altijd voorstander als je een beginnende depressie hebt die mild tot matig is om te beginnen met psychotherapie. En als dat moeizaam verloopt, als opstap je antidepressie te gebruiken. Heb je een ernstige depressie? Overleg dan gewoon met je. en jij hebt bijvoorbeeld hulp gehad, overleg dan met je, met, je, met je behandelende psycholoog, psychiater wat voor jou het beste is. Want diegene kennen jouw situatie beter. Stel dat je thuis zit en denkt van hé, hey, ik twijfel of ik het moet doen of dat het een goede stap is. Je zou ons ook altijd een bericht kunnen sturen. Dan kunnen we altijd met je natuurlijk met je meedenken, maar. Antidepressiva is een ontzettend revolutionair middel en het kan bij bepaalde mensen ontzettend goed helpen, maar daar moet wel een professional over meedenken. Je kan ja. niet zeggen dat antidepressiva per definitie depressie behandelt. Dat is gewoon niet zo. Maar in bepaalde settings kan het ontzettend krachtig middel zijn om ervoor te zorgen dat jij verder komt in je behandeling. Ja. Dat is eigenlijk, denk ik, waar het op neerkomt. Ja, precies. En, ja. en, en, en het doet me ook gelijk denken aan toen ik op de gesloten inrichting werkte, waar dus mensen lagen of zaten of rondliepen, die dus um, gedwongen opgenomen werden... omdat ze dus een gevaar waren voor zichzelf of omgeving... door psychiatrische stoornissen. Was er ook een moeder, dat herinner ik me nog steeds... en ik moest haar overtuigen om antidepressiva te slikken... want het was dus een vrouw en ik wist nog dat ik daar binnenkwam... leerde haar kennen, of ja, ik leerde haar letterlijk kennen... want zij keek niet eens naar mij. Maar er was een vrouw die op een stoel zat, naar beneden keek... en letterlijk een aantal dagen lang zich bijna niet verroerde... Um, volgens mij noemen ze dat ook locked in syndroom bij depressie. Als de depressie zo diep is dat je gewoon letterlijk niks meer doet. Ja, in, do in zo'n geval kan je, kan je doodleuk je, je psychotherapie gaan aanbieden. Maar die vrouw die wil niet eens opstaan. Ze wilde niet eens praten met ons. En nee. in dat geval, dat is dan een heel extreem geval. Hoor. Ik, ik dacht, ik probeer even een beetje contrast in te brengen. Ja, dan moet je. De ik wist nog dat ik gewoon een aantal dagen bezig was om haar te overtuigen om antidepressiva te gaan slikken. Dus een TCA, een vrij. Vrij stevig middel, om het even zo te noemen. En na die paar dagen, na die antidepressiva... merkte je gewoon een beetje dat die, dat die stugheid een beetje wat losser werd. Meer ingang kwam. Ja. En vanaf dat moment konden we gaan kijken van... hé, hey, wat heb jij nodig? Waar, waar loop je tegenaan? En dan heb je ingang. Ja. Dat is een vrij extreem voorbeeld, maar meer om te zeggen van... hé, hey, sommige mensen hebben het echt, echt, echt nodig. En daarom is het zo'n revolutionair mooi middel. Ja, zeker. Zeker. En zeker naarmate het ook ernstiger is. dus vaak ook een indicator dat er een... Ernstige depressie is dus op het moment dat er suicidaliteit is. Dus op het moment dat jij echt denkt aan van hé, hey, uh, dat je frequente gedachten aan de dood hebt of dat je jezelf iets aan gaat doen of dat je zelfs al plannen maakt. Dat is vaak ook wel een indicator dat er een ernstige depressie is. En op zo'n moment is het ook zeker iets om te overwegen. Ja, en, en we horen het ook geregeld natuurlijk terug waar mensen bang voor zijn met een depressie: is dat ze of suicidale gedachten krijgen. Of het hebben of het gaan uitvoeren. En bang zijn voor de omgeving of voor zichzelf. En eindstand. We, we, we brengen het niet. Maar depressie is gewoon wel een dodelijke ziekte. Ja. Daar komt het wel op neer. En, en dat is best gek, en dit is een beetje filosofisch. Maar als iemand bijvoorbeeld kanker heeft, dan voelt dat toch anders dat zo'n iemand dan de grote kans heeft om te overlijden. dan als iemand een depressie heeft. Omdat bij kanker is het van ja, daar kunnen we niks aan doen. Maar bij depressie is het toch een beetje onbewust. Dan, 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 dan zien we dat niet zo van, hé, hey, je hebt eigenlijk een best wel heftige ziekte. Je hebt die serieuze hulp voor nodig. Doe, zeg maar, zeg maar, Snap je een beetje waar ik bedoel? Het voelt Zeker. anders of zo. Zeker. En ik heb hier ook vaak met de psychiater waar ik werk, hebben we hier ook gesprekken over gehad. Hm. Dat we soms inderdaad, um, ja, op het, er gebeuren heel weinig incidenten waarin iemand op het moment dat je onder behandeling staat, uh, iemand komt te overlijden. Maar op het moment dat er dus iemand overlijdt, dan heb je altijd het idee van oh, we hebben iets gemist of we hebben iets verkeerd gedaan, of we hadden dit moeten kunnen voorkomen. Ja. En het is heel goed dat die aandacht ervoor is. En, um, <tie> en die psychiater die noemde dan ook van ja, we vergeten volgens mij af en toe dat psychiatrische ziekten, en dan vooral de ernstige varianten van psychiatrische ziekten, dat die dus ook dodelijk in die zin zijn. Net als lichamelijke ziekten. Ja. En dan heb je het vooral over inderdaad hele ernstige varianten van depressie. Maar ook bijvoorbeeld een, een borderline-persoonlijkheidsstoornis, waarbij de suïcidaliteit hoger is. Ja, um, ja. De, dus dat, dat is gewoon iets wat we ook. Uh, ja, uh, waarom het ook belangrijk is dat er gewoon goede toegankelijkheid is voor hulp. Ja. En ik denk, zeker als je in de wat ernstige varianten denkt, of als iemand al meerdere behandelingen heeft gehad. Kijk, je hebt behandelaren die je kennen. En als je zorgen hebt, of als je twijfels hebt, bespreek dit met ze. En ik heb ook wel eens cliënten inderdaad gehad die dan al twee jaar lang uh, depressief waren. Uh, ook uh, suicidale gedachten hadden, dan niet per se pogingen. En uh, die, ja, die zaten eigenlijk zo vast. En op, met psychologische behandeling, dan kom je zeker stappen verder. Maar op het moment dat we dan bijvoorbeeld antidepressiva erbij introduceren. En dat je dan juist die psychologische behandeling gaat doorpakken, dan heb je een soort van win-win. Want door de antidepressiva wordt de kans dat iemand zich. Uh, iets beter voelt, die wordt wat groter. En als je tegelijkertijd... Um, ook aanpakt met... psychologische behandeling en begrip... en waar komt het vandaan en wat moet je ermee doen... en wat maakt dat je de depressief bent... dan ga je opeens... stappen merken. Ja, sterker nog, wij raden het... geregeld aan tijdens de behandeling als we merken... van hé, hey, het loopt hier een beetje stroef... van hé, hey, overleg even met je huisarts om te kijken... of je antidepressiva mag krijgen, want... dat heb je nu even nodig voor die opstap... omdat je hier vastloopt. Ja. Dus... Om ook even te rectificeren voor de mensen die misschien bang werden. Kijk, depressie is een dodelijke ziekte. Maar heel vaak kan het een dodelijke ziekte zijn. Dus het is absoluut niet zo dat als jij je nu somber voelt dat, je, dat het nu dodelijk is en dat je dan komt overlijden, absoluut niet. Nee. Het is meer als je depressie heel ernstig wordt en er komen suicidale gedachten bij, dat er een kleine kans is dat het dodelijk kan zijn. Voordat mensen bang worden thuis met, met inderdaad dat ze denken van hé hey, het is echt uh, dodelijk en uh, nee absoluut niet. Heel veel mensen met een depressie, mildmatig, ook ernstig, die worden gewoon rustig tachtig en het gaat gewoon allemaal prima, maar die zijn niet zo gelukkig. Maar er is altijd een kleine groep van mensen die de suicidale gedachte hebben. En daar is een heel klein gedeelte die ook daadwerkelijk plannen maakt en dat gaat uitvoeren. Dus dat is meer wat we willen zeggen. Het kan. In het uiterste geval kan het dodelijk zijn. Ja, het was meer een filosofische kwestie. Uh, Precies. Hoe jij het bedoelde, inderdaad. Nee, want inderdaad, wees daar absoluut niet bang voor. En de suicidale gedachte, dat is, echt, dat is ook iets wat dus helaas bij de depressie hoort. Ja. Dus op het moment dat jij ge frequente gedachten aan de dood hebt of aan en uh, je van het leven ontnemen... dat is dus vaak een teken van... hé, hey, ik heb hulp nodig. En het is maar zeer, zeer, zeer zelden... dat je dus heel veel verder in die, um, in die suicidaliteit gaat. Ja. Maar het is gewoon... dus op het moment dat je gedachten aan de dood hebt... dat is gewoon vooral een teken dat het dus uh, niet goed met je gaat. Dus hou dat ook in je achterhoofd... van hé, hey, het gaat niet goed met me. En het feit dat je die gedachten hebt... Betekent eigenlijk van, hé, hey, het is eigenlijk een dashboardlampje van, hé, hey, we moeten hier iets mee. Ja. Doe hier ook iets mee. Dus zoek ja. inderdaad hulp op het moment dat je dat nog niet hebt. En op het moment dat je wel hulp hebt, wees ook niet bang om dit met je behandelaren te bespreken. Ja. Hè, want, uh, want wij als behandelaren proberen er regelmatig aan te denken om het na te vragen. Um, maar, maar begin er ook zelf over. En dat is absoluut geen taboe. Dus ja. begin erover. En ook op het moment dat je dit deelt. Um, weet ook dat dat ook niet de kans vergroot dat je er iets mee gaat doen. Dus het uitspreken, dat zorgt niet een, voor een toename in, um, in de kans... dat je iets met die gedachten gaat doen. Het zorgt juist vaak voor een opluchting. Want daar zijn behandelaren soms ook wel um, bang voor. Of ja, niet behandelaren, misschien meer de, de leken zijn daar bang voor... dat op het moment dat je dit bespreekt, dat je gedachten aan de dood hebt... dat je iemand op gedachten kan brengen. Ah ja, ja. Maar dat is absoluut niet zo. Nee, in, in, in de psychologie en psychiatrie is sterker nog dat als je iets vermijdt, dus die gedachten vermijdt, dat het juist sterker wordt ja. daardoor. Ja. We moeten juist ventileren. Dus, maar het feit voor de luisteraar dat je deze podcast tot hier hebt beluisterd, of deze podcast überhaupt luistert, laat al zien dat je een bepaalde gezonde hoeveelheid motivatie hebt om actie te ondernemen. En dit is de eerste stap. En vanaf nu is de volgende stap. Ga of naar de huisarts of vul onze depressiecheck in vanuit thuis op de bank. Of vanuit je telefoon op slash depressiecheck. En vanuit daar verder kunnen wij je helpen of kan de huisarts je verder helpen, maar heb hoop: want het feit dat je naar een video kijkt en naar een oplossing zoekt, zegt ontzettend veel. Ja, zeker <coughs> dat die ingang er is. Oké, okay, ik denk dat we de vraag hebben beantwoord en uh, wat mensen ook kunnen doen als ze inderdaad denken aan antidepressie of een depressie hebben. Heb je nog een tip van de week om het af te sluiten? Ja, nu zit ik wel heel erg uh, na te denken. Meestal schiet er gelijk eentje binnen. Ja. Um, ik denk dat, uh, nou, in ieder geval in het kader van antidepressiva, als je daarover nadenkt, mm -hmm. bespreek dit dan. Hè? Dus op het moment dat je nog geen psychologische zorg hebt, um, bespreek dit dan in, met de huisarts in combinatie met psychologische zorg, als je dat heel graag wilt overwegen. Als op het moment dat je ernstige klachten hebt natuurlijk. Um, en op het moment dat je al lang in psychologische zorg uh, bent, en het is een overweging die je hebt, bespreek het gewoon altijd met je behandelaren. Kijk wat de opties zijn. Ja. En ja, als we nou een, een tekenaar, we, we hebben laatst ook iemand gehad hè, die een tekening maakte van onze podcast. Ja. Dat was heel gaaf. Die had echt zo'n infographic gemaakt van de podcast. Over piekeren was dat. Ja. waarin ze dus heel mooi schetst en uiteenzette alle onderwerpen waar we het over hadden. Dus eigenlijk. Uh, ik zou het heel fijn vinden als er voor deze podcast ook zo'n tekening was. Want dan, <laughs> ik, ik stel me al helemaal voor dat we zo'n stroomdiagrammetje zouden hebben... over um, wanneer je antidepressiva zou willen overwegen... en wat dan de afwegingen zouden zijn en bij wie je die afwegingen moet maken. Ja. Want dan zouden we een heel mooi stroomdiagram kunnen maken van... Hè, op het moment dat je nog geen behandeling hebt... Hè, overweegt een psychologische behandelingen als een soort van stap B tenzij dat je ernstig depressief bent, dan um, ja. Ja, overweeg het dan misschien direct. En op het moment dat je al in behandeling bent, ja, bespreek het gewoon met je behandelaren. Nou, ben jij een tekenaar? Of denk je dat je een tekenaar bent? Of heb je ambities om professioneel tekenaar te worden? Dit is je kans. En uh, wij <laughs> kijken mee met de tekeningen. De ik ben een soort van kleuterklas. We kijken naar je tekening en we geven een oordeel. Nee. We geven een sticker. We geven een mooie sticker. Nee, we, we delen hem in ieder geval in onze socials als we hem leuk vinden. En uh, ja, mocht je een tekening van deze aflevering willen maken, dan ben je, ben je van harte welkom. Tip van de week. Wees creatief en ja. <laughs> maak een tekening voor ons. Precies, precies. Nou, ik denk dat we in ieder geval een heleboel hebben gedeeld. Heb je last van deze klachten? Zoek hulp, of bij je huisarts of bij ons. Uh, wij vinden het nooit erg om vragen te beantwoorden. Voor nu wil ik je bedanken voor je aanwezigheid in de podcast als luisteraar. Vergeet ook vooral niet te abonneren. Dat helpt ons, maar ook mensen die in een soortgelijke situatie zitten, om ervoor te zorgen dat deze podcast ook aan hun wordt getoond en waardoor zij ook verder kunnen of geholpen worden. Dus vergeet niet te abonneren, vergeet geen duimpje of sterretjes achterlaten en vergeet ook geen reactie achter te laten van wat je van deze podcast vindt. Dat zorgde ook voor dat wij gemotiveerd blijven. En dat zorgde ervoor dat wij ook kunnen meekijken van wat jullie nodig hebben. Of, of andere vragen bijvoorbeeld hebben waar we ook later op kunnen in, uh, terugkomen. Dus abonneer op dit kanaal. Jou wil ik bedanken dat je aanwezig was weer bij het gesprek, IJs. Dankjewel. Graag gedaan. Of dankjewel, graag gedaan. Dat voelt een beetje gek. Ik dacht dat jij ging zeggen dat, uh, dat je mij ook zou bedanken. Maar daarom zei ik graag gedaan. <laughs> dankjewel, Chris. Ja, lo, graag gedaan. En uh, we hopen jou weer de volgende week weer te zien. Tot dan. Tot dan.